Appel en ik ben vandaag jullie vlogger voor IJsclub Tilburg. We zijn vandaag bij de NK Clubs. Dit is Maud Luchters en zij doet vandaag ook mee voor de NK Clubs. Goedemiddag allemaal. Vandaag zijn we hier bij de NK Clubs in Tialf. Een terugkomend evenement elk jaar. Vandaag zal ik een 500 meter gaan rijden bij de junioren. Dit wordt mijn tweede trainingswedstrijd, dus het is nog wel een beetje spannend. Want het is de allereerste 500 meter van het seizoen voor mij. En hoe ik erin sta vandaag. Ja, vandaag is het eigenlijk meedoen belangrijker dan winnen, vind ik persoonlijk. En ik ga natuurlijk wel mijn uiterste best doen om zo hoog mogelijk met IJsclub Tilburg te eindigen. En ik hoop dat we er een gezellige dag van gaan maken met z'n allen. Ik ben Carlijn Achterleef en ik doe vandaag mee voor de Deventer IJsclub. Ik vind het superleuk om weer bij mijn oude clubje te racen en kijken wie de beste club is. Tim Prinsen, hij rijdt bij onze eigen club. Wat vond je van deze wedstrijd? Nou, het was best zwaar, als ik het zo mag zeggen. Hij ging heel goed, de opening was heel goed. En daarna voelde je benen een beetje volschieten, maar uiteindelijk was het nog wel een goed. Dus, ben je tevreden met hoe de club op dit moment zijn? Jawel, we staan nu volgens mij, als ik goed kijk, staan we 7 of 8. Dus we zijn als laatste, waren we bijna geplaatst. Dus volgens mij doen we het heel goed. Dit is Antoinette Jong. Zij gaat ook bij de NK Clubs. Wat vond je nou het tofste? Natuurlijk om met jullie te gaan rijden. We zijn natuurlijk altijd wel gewend om met alleen senioren te rijden. Nu ook natuurlijk met junioren en met heel veel clubmensen. En dat is natuurlijk een heel leuke bekomstigheid. Want ja, anders zijn we natuurlijk schaatsen in leeg die al. En nu natuurlijk met allemaal mensen door heel Nederland en met jullie natuurlijk. En voor mij was het wel, ik vond het heel erg leuk. Dit is Lotte van Beek en die heeft ook meegedaan aan de NK Clubs. Wat vond je nou het mooiste aan de NK Clubs? Ik vind het mooiste vind ik eigenlijk het hele concept. Dus gewoon dat je... Ja, ik heb vroeger natuurlijk deed je altijd in de clubs en dan ging je met de club ergens heen. En ja, sinds je dan in het gewest komt, met de Fox Jong Oranje en bij het commercieel team, doe je eigenlijk iets heel anders. Zij schaats bij ons voor onze club vandaag. En wat vond je vandaag van deze dag? Ja, dat was voor mij even weer inkomen. Het was de eerste keer wedstrijd. En ik weet niet of jullie al hebben geschaats. Twee keer. Ja, ik ook pas 6 keer. Normaal gesproken ben ik iets beter voorbereid op de wedstrijd. Maar het is altijd leuk. En ik schaats natuurlijk altijd met IJsclub Tilburg achter mijn naam. Maar nu is het ook wel echt leuk om met jullie een wedstrijd te rijden. Dus ik geniet er wel van. Was je een beetje tevreden met de tijd? Ik was tevreden met de opening. Er zat goede dingen in en veel snelheid. Dus daar kan ik zeker mee verder dit seizoen. En je zag vooral in mijn rondjes. En ik had 2 seconden val in mijn rondje. Dat is niet echt des mij. Dus ik moet vooral even uitrusten. We hebben heel erg getraind nog deze week. En we gaan morgen naar Insel. En daar ga ik lekker uitrusten en een puntje doen zetten. Dankjewel.